heb nooit wat van. Nee. Jullie echt bij dat toen en deze klaar hebben staan. Groningen is hier. Ik zal mezelf heel kort introduceren voor de mensen die me niet kennen. Ik ben Marcel Hensema. Ik ben acteur. Ik kom hier uit de provincie en mij is gevraagd om hier vanavond spreekstalmeester te zijn. Ik zou eigenlijk vanavond ergens een voorstelling spelen in het land, in het theater. Maar het schijnt dat de schouwburgen op dit moment heel gevaarlijk zijn. Omzien naar elkaar. Een heel land. En zo moeilijk is het niet. Bent u nu premier van het bedrijfsleven of bent u de premier van Nederlanders? Breng dat omzien, uw slogan, in praktijk. Ga naar de mensen toe en vraag aan de mensen, wat heb je nodig? Die met z'n allen niet op de vismarkt van Groningen hadden moeten staan, maar op het Binnenhof in Den Haag. Onze bescheiden, rustige volksaard, die wij als Groningers hebben, is een heel mooi goed. Maar op een gegeven moment is gewoon een keertje klaar. Dus als er niet heel snel verbetering komt, en als dat pompen doorgaat, staan we wat mij betreft over een paar weken met al die mensen die hier nu vanavond op de vismarkt staan, in Den Haag. Tot hier en niet verder. Dan kunnen we zorgen dat het beter gaat. Zoals mijn vriend Jules Deelder het altijd zei, de omgeving van de mens is zijn medemens. Die voor jou is al uit. Hier, kijk. Zit je net ook al lekker op de bank?
Maar beeld is het al heel mooi. Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Dat het is een mooi beeld. Ja. Nou ja, toch een beetje gevoel dat je met de Olympische Spelen met de Vakkerland. Daar had ik nog niet aan gedacht. Zoveel meer dan alleen maar een paar vochtstoten. Nee! Ik heb ook nog een keer uit.